GoTo wil het bewustzijn over de geldende veiligheidsregels op zijn pompstations vergroten. Er is vandaag in het kader daarvan een safety awareness campagne onder de naam Altijd Veilig opgestart. De activiteit wordt in samenwerking met het Korps Brandweer Suriname en het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd. Mark Revos, Marketing Asset Manager, zegt dat het hoogtij was voor zo'n campagne. We merken dat bij tanken heel wat misgaat. Mensen volgen de basisstandaardregels van het tanken, volgen ze niet. Men doet de motor niet af, telefoongebruik. Men komt tanken in alle soorten van jerrycans, petflesjes. Dus we merken er een bepaalde trend. En ik moet zeggen, niet zo lang geleden was er dus een incident die ons dus wel heeft geschokt. En dat was dus wel even nodig voor ons om deze campagne op te starten. Om iedereen wel weer bewust te maken van de gevaren rondom een service station. Vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel van GoTo is het belangrijk om duurzame waarde te creëren in de bedrijfsactiviteiten voor zijn medewerkers, klanten en consumenten. En ook in de gemeenschappen waar de tankterminals en tankstations zich bevinden. Hoewel het Korps Brandweer Suriname wettelijk belast is met de brandweerzorg, zijn de burgers toch aansprakelijk voor hun eigen veiligheid, gaf Stefan Kasankaju, vertegenwoordiger van het Korps Brandweer Suriname, aan. Immers zijn wij zijn allen primair verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en omgeving. Veiligheid begint bij onszelf. Service stations, pompstations behoren wereldwijd tot locaties met hooggenoteerde risico's. Het tegenover staan wel strikte veiligheidsregels en voorwaarden voor zowel de exploitant als de klant. Het is van belang dat wij met z'n allen steeds deze voorwaarden en regels stipt opvolgen en naleven. Immers schuilt een ongeluk in een vonkje. Volgens Revos staat men nog niet stil bij het belang van de bestaande regels. Volgens hem schuilt een ongelukje niet in een hoekje, maar in een vonkje. Ook de retailers zouden naar zijn zeggen zich beter aan de regels moeten houden bij het tanken. En eigenlijk lees ik de Facebook comments al. Ja, maar ook de pompbediende staat met hun cellulair naast de pomp, naast de dispenser. Dus we vragen extra aandacht aan de retailers om erop te letten. Ja, het zijn ook zaken die wij ook hebben waargenomen. Als je werkt, werk je. Als je vrij bent, dan mag je weer aan je telefoon. Deze campagne geeft niet alleen uitleg aan de samenleving over het waarom van onze geldende veiligheidsmaatregelen, maar heeft ook ten doel alle onwetendheid of begrip over de naleving van de regels tot het verleden te laten behoren. Want alhoewel de veiligheidsregels van ouder bestaan, hebben zich helaas toch enkele incidenten voorgedaan. Er zijn wat heel bekende incidenten waar iemand met een spuitbom naast een dispenser staat en je begrijpt vanaf dat moment krijg je shock van je leven. En gelukkig is daar niets mee gebeurd.